Dat je gewoon geen goede nachtrust hebt gehad, ben je allemaal een beetje moe en hangerig en zeurderig. En je merkt ook aan de kinderen dat ze niet heel veel kunnen hebben met elkaar. We zeggen altijd, de optimist heeft de halve wereld en na regen komt altijd weer zonneschijn. Goedemorgen, wij zijn de Wellinga's familievloggers. En jawel, het is dinsdagochtend. Lekker vroeg aan het ontbijt. Ik breng nu al naar school en kijk vanuit bij gezellig mee. Mag even nieuwe gekregen zijn? Mooi bloesje? Ja hoor. En mijn nieuwe blauwe broek. Nou, wordt weer mooi dag. En nog nieuwe blauwe schoenen. Ja, die blauwe schoenen die willen nog. En de meisjes spelen even samen in de box. Ben je in bellen? Ga je oma bellen? Vriendje. Vriendje bellen? Nou, Luxie ligt hier ook lekker te spelen. Ja, allebei wat. Nou, zoals jullie horen ben ik nog steeds erg verkouden. En deze nacht was ook niet beter dan gisteren, moet ik heel eerlijk erbij zeggen. Allemaal een beetje rondgezworven, vooral Luxie en ik. Naast mijn bed lag echt zo'n bult zakdoekjes vanochtend toen ik wakker werd. En Luxie's neusje zat ook helemaal vast met snottenbelletjes. Dus we hebben nog steeds een beetje last van een verkoudheidje, jongens. Dus dan weten jullie dat. Maar ik ga eerst maar eens eventjes mijn ontbijtje eten. Die heb ik hier. Heel erg te knoeien, sorry. En een lekker kopje thee. En daar komt vader thuis. Maar het gele gras wordt wel weer groen. Dus. Nou, het regent vandaag. Ja, hoe zo Pipje. Hoe zo Pipje, ben je lekker gewandeld. Zie het lange broekje, is wel handiger, man. Ja. Nou, dit is trouwens Daniels nieuwe setje. Ideaal, heeft hij die zelf heeft uitgezocht. Ja. Yes. Oh. Zijn jullie dan mooi? Dan ziet Luxie een klein beetje rode oogjes van de verkoudheid. Zie je dat? Snottenbelletje. Dat was een lekkere nacht, hè, papa? Het was een gebroken nacht. Heel erg gebroken nacht. Op een gegeven moment, Lucilla die was hier op de bank met de snavel. Dus die was gisteren tot 11 uur met de pop. Die was in het grote bed aan het spelen. Mama en ik hadden wel een leuke romantische film gekeken. Want toen gingen wij ook slapen. Toen lagen we, wat was het, halverwege de nacht, dat Luan roepte. Riep. En Pierre-Jean opgehaald. En ik ben ook nog in Luans bed gaan liggen, omdat ik niet meer kon slapen in het grote bed. Ja, en toen kwam Luan naar mijn bed, naar zijn kamer waar ik sliep, want hij vond het zielig voor mij. Zielig voor haar. Is Luan bij mij in slaap gevallen met Lucilla en Luxie. En toen halverwege de nacht, met Luxie weer wakker, zei ik, mama, waar ben je? Ja, kom maar aan. En toen heb ik Lucilla weer naar haar bed getild. En toen was ik zo moeilijk. Nou, dan ga ik even in Luans bed liggen. Dus het was een aparte gebroken, ja. Ik weet niet of jullie hier nog wat van hebben begrepen. Maar we hebben eigenlijk overal en nergens geslapen vannacht met z'n allen. Echt even rondgespookt. En zo voelen we ons ook wel. Een beetje een brak nachtje. Heel brak nachtje. Ook dat gebeurt hier bij ons thuis. Nou, het regenachtige weer. Maar dan mag Lucilla niet uit. Wow, je hebt gewoon lekker in je regenjas al een rondje gestapt. Nou, het is echt... Ja, parkeer je die hier naast de bakfiets? Mogen jullie met papa en mama en Luxie mee? Ja, een werkafspraak. Daar wil ik. Jij de auto rijden? Oh, ik denk dat de politie dat dan niet zo goed vindt. Nee, ik wil met mama gaan vullen. Oh, je bent mama gaan vullen. Nou, Farah en ik gaan even op werkafspraakjes, maar we nemen onze twee kleine meisjes met ons mee. Zo, we hebben een druk ochtendje achter de rug. Het is nog steeds een beetje een wakker dagje. Ik merk nog steeds dat we niet helemaal optimaal zijn. Luxie ligt inmiddels lekker te spelen hier. Heb je wel een beetje energie gekregen? Vannacht hebben we wel weer een gebroken nacht gehad, hè? Je dame. Ja. En het is weer tijd voor de hangzak. We noemen het de hangzak, hè? Och, schatje. Och, schatje. Puppeke. Ja. Is die lekker aan die snottenbelletjes? Is die lekker aan die snottenbelletjes, hè? Nee. Laat maar lekker slapen bij mama. Ze maakt het altijd hele schattige kreuntjes als ze bijna gaat slapen. Ga maar slapen. Mm-hmm.
wij gaan even de hondjes uitlaten. En Lucilla wil natuurlijk weer haar step mee. Nou, wij gaan even lekker frissen uit. Zo! Dat is Pip, ja. En wil je Woesje ook doen? Jij mag ook. Ah. Daar is Woesel. Dankjewel, lieve meid. Na het regenachtige weertje van vanochtend hebben we gelukkig weer het zonnetje. En ja, doet Woesel daar een plasje op het grasje. En ik ben gelukkig nu niet alleen. Nee, ik zit in gevaar. Even naar die afspraken van vanochtend. Even lekker de natuur in. Met ons viertjes de hondjes uit laten. Nou, lekker hè. Vanochtend liepen we hier met regen. Ja, het is een gekke dag. Nu hebben we gelukkig weer zon. Kijk eens hoe ze voorbij stapt. Waar gaan we heen, Lucilla? Nou, Zilla, kijk eens links. Kijk eens rechts. Kan het? Ja. Andere kant. Ja, het is veilig. Een stel bergje, hè? Ja, het is zo hard. Dan ben ik in de baan. Ja. Ik blijf weer lopen. Ja. Oh, maar is de zon er weg? Zie je dat? Zon, geen zon. Zon, geen zon. Ik kan heel goed steppen. Wat ben je aan het doen? Ben je even aan het chillen? Even pauze. Nou, kom mama en Luxie er ook bij zitten. Even pauze. Woes en Pip ook even pauze. Nou, die zien we andere hondjes. Die denken we willen spelen. Heb je de zonnebril niet meer op? Nee. Moet mama die maar even opzetten? Nee. Nee, ja, dat kan ook niet. Mama heeft een normale bril op. Papa die op. Papa die opzetten? Pas die er bij papa. Gekke papa. Oh, ja, mooi. Fijn, zeg. Nou, kom, Pip. Ja, mag het toch wel? Ja. Nou, Lucilla is op het moment helemaal gek van dit stepje. Dat hebben we gekregen. En ze is er helemaal gek op. Dus iedere keer als we de honden gaan uitlaten, dan wil ze met het stepje. En Lucilla die slaat ook hier heerlijk bij mij in de hangzak. Ik vind het wel leuk zo met ze vier keer honden uitlaten in plaats van mijn eentje. Gezellig. En we gaan ook nog even langs de speeltuin, hè? Nee. Speeltuin? Lucilla wil nog even langs de speeltuin. Hebben we die hier? Waar dan? Daar. Helemaal daar. Nou, kom, gaan we op zoek naar de speeltuin. Daar maar Stef. En daar komt vader. Gekke vader. En we zijn bij de speeltuin. Een plasje en een poepje gedaan, dus dan kunnen ze al niet meer in de speeltuin. Nou, ga maar lekker spelen. Nou, terwijl Lucilla even lekker gaat spelen, zitten wij hier eventjes samen. Ik zit in de schaduw. Boomstronkje. Een boomstronkje. Onder de boom in de schaduw. Zo, wat ben jij aan het doen? Ben jij aan het goud zoeken? Nee. Oh, is dat een wortel? Nee, is dat een tak? Hé, hey Lucilla, waarom hou jij zo van zandbakken? Waarom? Waarom vind je het zo leuk in het zand? Ja, daar hou je van, hè? Goed zo. Nou, gaan we lekker zandtaartjes bakken, goed? Ik ga zandtaartjes bakken. Oké. Okay. Zandkasteel bouwen? Nee. Ja. Geniet maar lekker. Papa en mama zitten daar met Luxie lekker te praten onder de boom, oké? Okay? En te knuffelen. We hebben weer even tijd om bij te praten. Ja. Dat is ook belangrijk. Met drie kinderen, twee honden. En ik voel regendruppels. Dan moest ik kijken naar die wolk daar. Oh oh. Daar zie je hem. Maar? Ja, en ik voel een druppel. Ik voel echt ik een druppel. Ik voel ook een druppel. Ja. We zeggen altijd, de optimist heeft de halve wereld. En na regen komt altijd weer zonneschijn. Dus wolkje. Wieperen. We hebben bijna graag willen zon. Gewoon zonneklep erop. Maar we kunnen even lekker bijpraten. Dat is wel fijn, kijk. Zilla die is goud aan het zoeken. Heb je al goud gevonden, Lucilla? Woesel helpt hoor. Woesel, help maar zoeken. Oh, Pippo. Prinses Lucilla en de prinses, toch kun je papa horen? Waar zijn je hondjes? Oh, daar is Woesel. Oh, en daar is Pip. Ja. Het zonnetje overwint, zie je dat? Dank u wel, zonnetje. Je hebt gewonnen van het regenbalkje. En natuurlijk willen de meisjes even wipbappen. En dan zeggen mama en Luxie geen nee tegen. Gaat hij hè? Oeh, wip, wap, wip. Wip, wap, wip. Wip, wap, wip. Wat zegt de ezel dan ook weer? Kika, ja.
En wat zegt schaap? En wat zegt de koe? Boe. En wat zegt pas? Miauw. En wat zegt woezelhond? Wat? Lieverd. Zo met de jurk in de licht, papa? Woehoe. Hop, hop, hop. Zilla in galop. Wat zo? Hallo, hoe is het met mijn vriendje? Hoezo zag die twee ezels en hij denkt ik wil vrienden worden met die ezels, maar dat gaan we niet doen hoezo. We slaan de ezels op hol, jongen. Lekker hier in het speeldeuntje blijven. Laat de ezeltjes gewoon de ezeltjes, oké? Okay? En dan alles komt een eind. En wij zeggen dag speeldeuntje. Tot de volgende keer. Oké, op naar huis, dag speeldeuntje. Zo. Nou, weer lekker thuis. Lekker schommelen. Hè? Nou, Woel en Pipje, nog even lekker hier. En kan ook ze willen afkijken. Wow, wat knap van jou. Luxie wordt weer wakker. En Lucille gaat de bloemetjes aan te geven. Hartstikke fijn weer thuis te zijn. Doei. Zeg maar drink smakelijk. Wow, doe je dat goed. Je hebt papa steunvrouwtje. Nou, we hebben hier even een waterdepot gemaakt. Ben je nou een plasje aan het doen? Oh ja, die moesten we zo nog even doen, hè? Dat is nog niet vol. Twee emmertjes water halen, twee emmertjes pompen. Lucilla op de klompen, de arbeidjes groeien goed. 1, 2, 3. Wow! Welkom bij het Bellinger Circus. Acrobaat Lucilla, laat zien wat ze kan. Woezel en Pip zitten op de tribune. Kijk. Zie dat? Wow. En ik kan heel hoog, dat is een zon. Kijk maar. Goed zeg. En die kan. Wow. Helemaal zitten met de kamer. Echt? Zo, zo. Nou, bedankt voor de acrobaat, Lucilla. Zijn we tot de volgende? Van het Magic? Ja! Batsing eromheen. Nou, hoe ze ligt hier natuurlijk weer de zonnebaard. Kijk, papa, een haak. Een haak. Oh, een klerenhaak, hè? Oh, die is van papa. En Luan en Lucilla zitten even lekker op de bank. Een filmpje te kijken. En jongens, even lekker rustig, hè? We zijn allemaal een beetje moe van de gebroken nachten. Want ook deze twee die hebben lopen spoken vannacht, hè jongens? Ah ja. Dus dat je gewoon geen goede nachtrust hebt gehad, ben je allemaal een beetje moe en hangerig en zeurderig. En je merkt ook aan de kinderen dat ze niet heel veel kunnen hebben met elkaar. Gelukkig dat ze nu lief naast elkaar een filmpje zitten te kijken. Maar goed, als ze zo moe zijn, dan merk je ook dat ze erg prikkelbaar zijn. En dat zijn ze nu wel een beetje op het moment. Dus ja, vandaar dat ik vandaag even iets rustiger aan doe met de vlog. Hey Luxie. Hier, papa. Ja, wat is je lekker aan het spelen? Luxie, die is je lekker aan het spelen in de speeltuin, hè? Ja, dit is jouw speeltuin. Ga jij die pakken? Ja. Is dat een giraf? Waar is het girafje dan? Oh, wat heb je daar? Oeh, even proeven. Yummy, 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 yummy. Even proeven. Yummy, 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 yummy. Nou, de kinderen zijn weer lekker thuis. Wij gaan lekker eten in de bad en bed. Dus tof dat je erbij was. Oh, ik moet niezen. Een niesje. Voor de vlog van morgen? Nee, toch niet. Wij zeggen, doe de duimpjes omhoog. Vergeet hier om niet te bellen. En een belletje klikken. Wij zeggen, adieu. Tot morgen. Doeg.